Nou, vandaag gaan we pannenkoeken maken. En zeg nu zelf, wie vindt pannenkoeken niet lekker? Pannenkoeken zijn zowel in Nederland, in België super populair. In Frankrijk worden ze vaak op een hartige manier bereid. En in Nederland ook. Maar hier in België houden we lekker van zoet. En ja, wie pannenkoeken zegt in België, die zegt pannenkoeken van Roger van Damme. Waarom? Ja, die kleine tips en tricks die ik erbij doe, lekkere aroma's, die zijn het vaak die het hem net doen op het einde van het verhaal. Belangrijk, verse producten. Lekkere, verse, mooie scharreleieren. Een vijftal gaan we erin doen. Zorg ervoor dat de eieren niet te koud zijn. En belangrijk, geen schalen. De trend de laatste tijd over eieren is eigenlijk aan het veranderen. Want wat gebeurt er tegenwoordig? Eieren kun je eigenlijk kant en klaar in een tetrapak kopen. Zowel de dooiers als het eiwit kun je apart kopen, maar je kunt ook het geheel kopen. Nou, wees er zeker niet vies van, want wat gebeurt er soms als je verse eieren neemt en op het einde van de rit gaat er nog één ei bij en die is slecht? Soms prefereer ik zelf mooie tetrapakken met eieren. Wat ik zelf heel makkelijk vind, ook in het afwegen. Een ei weegt vaak 50 gram. Hoeveel eiwit, hoeveel dooiers? En dan moet je een beetje gaan zoeken. Op grote recepten maakt het totaal niet uit, maar op kleine recepten, een ei meer of een ei minder, kan vaak aan het resultaat toch wel een andere touch geven. Eitjes eerst loskloppen. Dan de suiker erbij. Heel belangrijk, suiker en eieren nooit laten stilstaan. Wat gebeurt er? Die suiker die gaat zich vermengen in die eieren en die dooiertjes, daar ga je kleine brokjes in krijgen. En dan gaan ze eigenlijk verbranden. Dus de dooier en de suiker verbrandt en die brokjes die krijg je er nooit meer uit. Nou, wat kun je nu ook doen? Eerst je melk erin doen en dan die eieren erin doen. Op het moment dat je eerst de melk er gaat in doen en dan die eieren er gaat in doen, geloof me, je hebt gelijk een smerige boel. Want die eieren die vallen erin en ja, heel die tafel is gelijk vuil. Dus eieren, suiker, ja, en dan aroma. Waarom zijn die pannenkoeken van Roger zo speciaal? Nou, het aroma. Wat doe ik erin? Ik doe er een klein beetje puddingpoeder in. Ondertussen weten heel veel mensen al dat ik er puddingpoeder in doe. Maar wat is nu puddingpoeder? Puddingpoeder, crèmepoeder, het heeft verschillende namen. Maar je vindt het eigenlijk gewoon in de winkel. En je koopt gewoon een pakje om een warme bereiding pudding te maken. Nou, en dat poeder is het nou juist. En dat poeder geeft die echte, lekkere, speciale smaak aan die pannenkoek. Je hebt er ook gelijk zin in. Is nog een klein beetje aroma. Ook goed mengen. Wat is ook belangrijk in een pannenkoek? Zout. En eigenlijk in alle patisserieproducten heb je die touch nodig. Klein beetje zout, een klein beetje azijn doe ik soms ook wel in bepaalde desserts. Maar zout in een pannenkoek geeft echt die krachtigheid en ook die pittigheid. Een scheutje olie. Ook heel belangrijk. Die scheut olie die zorgt er eigenlijk voor, als je die pannenkoek aan het eten bent, dat die beter op. Dus super lekker. Gewoon een lekker scheutje olie. Ik neem meestal vanilleolie. En dan hebben we nog de bloem. Nou, de bloem kunnen we ook heel veel over vertellen. Waarom? Pannenkoeken. Nou, heel veel mensen de dure bloem kopen. De fijne patisseriebloem. Nou, ik maak mijn pannenkoeken altijd met een broodbloem. Een broodbloem waar ietsje minder gluten in zit. Waardoor dat die pannenkoeken eigenlijk niet zo lekker is. Dat die zo mooi afbijt. En eigenlijk in combinatie met die olie en een zachte bloem heb je sowieso een hele mooie, lekkere pannenkoek. Nou, de melk gaan we er nu geleidelijk aan ook bij doen. Gewoon verse melk, ideaal. En dit is gewoon echt de perfecte manier en de perfecte weg om je beslag te maken.
Soms staat er wel eens op, gooi alles bij elkaar. Nou ja, in deze situatie gewoon de stappen volgen die ik doe. En je zult zien dat je een heel mooi beslag hebt. Een beslag moet blinken. Je moet er liefde in steken. Op het moment dat ik begin te bakken, ja, dan moet je al een klein beetje verliefd zijn op hetgeen wat er gaat komen. De rest kan erbij. Eigenlijk het meeste werk is het afwegen. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, patisserie is moeilijk. Nou, heel eerlijk, zo moeilijk is patisserie niet. Want als je het mooi correct afweegt, kan er niks gebeuren. Hebben we nog twee ingrediënten die we zo meteen gaan toevoegen. Dat is de boter en de vanille. De boter die gaan we even langzaam smelten. Gaan die niet te warm laten worden. En ook rustig laten smelten. Je zult zien, voor andere bereidingen gaan we de boter soms echt branden. Dat je eigenlijk een beurre-noisette. Dan krijg je die notensmaak erin. Hier gaan we gewoon heel rustig laten smelten. En wil je nu pannenkoeken maken met een extra touch eraan, kun je bijvoorbeeld je melk vervangen door kokosmelk. Krijg je een soort kokospannenkoekje. Wat wel belangrijk is, als je de boter eenmaal gesmolten hebt, moet je hem ook wel gelijk toevoegen. Want als boter stolt, komt boter nooit in dezelfde situatie terug. Dus gaat het vet en het vocht gaat altijd scheiden van elkaar. Kijk, dit is perfect. Geleidelijk. En je ziet, de boter mengt mooi. Omdat je al een mooie basis van je beslag hebt. En het laatste wat we gaan toevoegen is eigenlijk wel een van de belangrijkste aromaten die we gaan toevoegen in ons pannenkoekbeslag. De vanillestok. En over vanillestok kun je natuurlijk heel veel vertellen. En daarom heb ik eigenlijk er best wel in verdiept. Ik ben op reis gegaan naar Madagaskar, Mauritius, La Réunion. En naar La Réunion, daar heb ik eigenlijk een van de beste vanillestokken van de wereld gevonden. De vanille Escal Bleu. In zijn levende vanille heeft eigenlijk een speciaal proces. Veel mensen weten misschien niet hoe lang zo'n proces duurt voor vanille. Maar het duurt bijna 18 maanden vooraleer dat het eigenlijk allemaal klaar is. Eerst krijg je de bevruchting van het bloemetje. Wordt manueel gedaan. Dan krijg je eigenlijk de dracht van de vanillebonen, de peulen die eraan hangen. En dan gaan die vanillestokken nog een keertje tussen bananenblaren rijpen, gedurende 9 maanden. En daar wordt vaak een beetje getriest, want sommige gaan ze rijpen voor 3 maanden, maar de echte, die moeten echt lang gerijpt worden. En dit is echt top vanille. Heel veel mensen gooien wel eens een vanillestok op zijn hele erin, maar eigenlijk, het allerbelangrijkste zit hem eigenlijk van binnen. Van binnen zitten die zaadjes, en het zijn die zaadjes die het aroma geven aan die pannenkoek. En jullie kunnen het niet ruiken, maar ik wel. Dit is pure liefde hebben voor het vak. Ook altijd oppassen, niet te veel vanille toevoegen. Kan ook overheersen. En eigenlijk in een pure chocolade bijvoorbeeld, ga niet van die dure vanille in doen. Want die vanille zal er nooit bovenuit komen. Voor de zekerheid, om er geen brokjes in te hebben, kunnen we even een staafmixer erin zetten. Maar eerlijk, dit ziet er eigenlijk echt wel al heel goed en heel lekker uit. En voornamelijk het aroma. Ja, en wat was nou ook weer al dat aroma? Die puddingpoeder, crèmepoeder, welke naam je het ook mag geven. En dan ook die vanille. Dat zorgt ervoor dat we een heel mooi beslag hebben. Nou, die eerste pannenkoek, dat is vaak het probleem. Die eerste pannenkoek, dat is vaak degene die aanplakt. En waarom plakt die nou aan? Nou, heel simpel. Die pan, die moet mooi warm zijn. Die moet ook overal warm zijn. En die moet eigenlijk een beetje de goede temperatuur hebben. De eerste pannenkoek die jullie meestal bakken, de pan is te koud of de pan is te warm. En dat is vaak het probleem waardoor dat die pannenkoek plakt. Maar die eerste pannenkoek die kun je dan proeven en die tweede die zal 9 van de 10 keer vanzelf mooi bakken. Nou, die pan die wordt nu echt mooi warm. Hè? Laag vuur, hè? Niet gelijk een vol vuur. Want een vol vuur gaat eigenlijk de buitenkanten heel warm maken. En op het moment dat je dan het beslag er gaat ingieten, dan krijg je juist dat de buitenkant gaat verbranden. En de binnenkant is dan niet gaar. Ja,
klein beetje vakwerk en een klein beetje kunst heb je wel nodig om een mooie pannenkoek te kunnen bakken. Het bakken van de pannenkoek, voor mij de helft olie, de helft boter. En waarom? Boter kan heel snel verbranden, olie niet. Dus we gaan die olie een klein beetje in de pan doen. En natuurlijk gaan we niet met zoveel olie bakken, hè? Gewoon even, het is goed dat je voelt dat het overal goed warm is. Overtollig, een klein beetje verwijderen. Natuurlijk een filmlaag er mooi in laten. En dan een klein beetje boter erin. Klein klontje, niet te veel. En je zult zien, die boter zal niet zo snel verbranden. En waarom die boter? Die boter is wel belangrijk, want dat is natuurlijk de eerste smaak die die pannenkoek krijgt. Die pan is nu goed warm. Het vuur een klein beetje verhogen. Kijk, nu komt die damp eraf, die eerste damp. Nou, dan pak hem gelijk eraf. En dan, en je voelt hem gelijk bakken. Hij sist gewoon mooi. Kijk, en dit is gewoon mooi. Nou, en dan nu, op dit moment, als je nu gaat bakken en dit aroma, laat maar komen. Super lekker. Paletmesje hebben we nodig om een beetje los te maken. Ga niet te veel met die messen in die pan, want wanneer is die pannenkoek goed? Nou, op het moment dat eigenlijk de bovenkant alles gestold is, is die pannenkoek eigenlijk perfect. Want ik vind op inductie bakken altijd wel een uitdaging. Kijk, ik ga hem draaien. En doe maar mooi goudbruin bakken, heel belangrijk. Inductie draai ik hem soms wel wat sneller, omdat ja, soms in het midden gaat hij best wel wat snel kleuren. En wat is het voordeel van een pannenkoek in olie te bakken tegenover puur boter? Als je ze de volgende dag wilt opeten en je gaat enkel in boter bakken, dan krijg je ze niet meer van elkaar. Dan blijven ze aan elkaar plakken. En olie zorgt er eigenlijk voor dat je de pannenkoek de volgende dag er gewoon makkelijk kunt afhalen en lekker kunt opsmullen. Want ook een pannenkoek koud met suiker, klein beetje boter erop, vind ik een delicatesse. En zo simpel is het. De pannenkoek van Roger van Damme kun je op deze manier perfect maken. En voor de durvers, gaat ie, hè? En zo twee keer, drie keer, zo hoog mogelijk. En altijd zorgen dat hij terug terecht komt in de pan. En wat hebben we nu nog nodig? Lekker een beetje aardbeienconfituur. Lekker bolletje vanille-ijs. Verse aardbeien. Maar eigenlijk het lekkerste, puur natuur. En zeg nu zelf, hier word je toch zelf ook stil van. Gewoon een pannenkoek. Puur natuur. Nou, het recept vinden jullie op Chefflix. En ja, de ingrediënten die kun je allemaal in de winkel vinden. Dus ik zou zeggen, ga de uitdaging aan en maak ook zelf deze lekkere pannenkoek. Succes!